Joey Jacobs, allereerst nog van harte welkom bij de club. Dank u wel. Hoe zijn de eerste twee dagen bevallen? Ja, het was natuurlijk even wennen om voor het eerst bij een eerste elftal te zitten. Maar het is me heel goed bevallen. En de faciliteiten hier op deze club zijn perfect om jezelf te verbeteren en de volgende stap te zetten, denk ik. Is dat ook de reden geweest om voor deze stap te kiezen? Ja, ja, ja. Het was een bewuste keus. En alles viel zeg maar in elkaar met zeg maar de juiste faciliteiten en de ploeg. En dus het was een mooie stap voor mij. Hoe kijk je vooruit op de komende periode die voor je ligt? Nou, ik hoop dus nu met Almere City in de komende twee periodes zeg maar een goede basis neer te zetten voor het volgende seizoen sowieso al. En wie weet kunnen we in de derde of vierde periode nog stunten en er wat moois uithalen. Dan morgen Roda JC thuis. Nou, je was er niet bij de heenwedstrijd, maar die werd gewonnen. Wat heb je van de ploeg tot nu toe te horen gekregen over die wedstrijd? Het is een gevaarlijke ploeg. Veel snelheid voorop, counter. Zo natuurlijk ook wel een aantal keer tegenspeeld. Nee, het is een redelijk stabiele ploeg. Dus ik denk dat het een mooi potje is voor ons. Je komt natuurlijk van Jong AZ. Je hebt daar ook jaren in de jeugdopleiding gespeeld. Wat is het grootste verschil wat je tot nu toe gemerkt hebt tussen beide clubs? Ja, sowieso de sfeer, denk ik, in de kleedkamer, weet je. Ik zit normaal in de kleedkamer met jongens van mijn eigen leeftijd, 20, 21, 19. Ja, als je nu dan met Ramon bijvoorbeeld in de kleedkamer zit, die is 34, die kijkt toch even anders op het hele voetbal als jongens van onze eigen leeftijd. Ook vandaag, de afgelopen twee dagen voor het eerst getraind onder Alex Pastoor. Ja. Wat is daar de indrukken van tot nu toe? Nou ja, gewoon fijn. Hij laat ons gewoon lekker voetballen. En, ik heb op zich een goed gevoel bij de trainer. Ik denk, deze wedstrijd kwam er toen nog niet helemaal uit. Maar ik denk dat we in de derde periode vast wel dat iedereen zal gaan zien waar wij aan bouwen op training. Laten we wel beginnen, maar morgen tegen Roda. Dat zou een mooi begin zijn, ja. Top, dankjewel. Alsjeblieft.